A4 komt bij ieder dagelijks voorbij. Horizontaal, verticaal, onder je wielen of door je zijraam. Het is een weg als vlucht naar elders, naar rust, naar werk. En het asfalt is de grootverdiener, de handelaar. Van A naar Beter, van Badhoevedorp naar Antwerpen. En alles op die A4 valt samen. Landbouw, natuur, economie, het schaap, koe, kieviet. Noem iets en het is gelinkt aan de weg. Gevulde koeken, verkrijgbaar langs de A4. Lammetjes, ze staan langs de A4. Het is de hoofdslagader van onze provincie, alleen hij loopt dood bij Delft. De weg was al lang ingetekend, maar het open landschap van Midden-Delftland lag in de weg. De weg van de meeste weerstand wordt hier ook wel genoemd. Weerstand van milieugroeperingen en boeren. Vertraging door matig bestuur. En de weg is vertraagd, zo'n 50 jaar. En in december van dit jaar gaat de A4 tussen Delft en Schiedam eindelijk open. En rijdt alles op één A4. Kom maar. Kom maar. Kom maar. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude-Rijndijk 10 kilometer en ruim 20 minuten vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en... Smaandags gaat het nog wel. Dinsdag is heel druk. Zondags is het ook wel ietsje. Donderdag is het heel druk. En vrijdag is het ook wel weer rustig. Lekker. Maar de dinsdag en de donderdag zijn wel de drukste dagen op de Rijksweg hier, hoor. File gewoon. Ja, echte file. En als er wat beurt is, staat het helemaal vast. Ja. Dan zijn ze zo nog maar niet weg, hoor. Nee. Ja. Wat doe je ervan? Helemaal niks. Dus ik sta er gelukkig niet tussen. Dus ik heb de vrijheid hier. Wat vindt hij het langste snelweg? Ja, daar geeft hij niks om. Nee? Daar geeft hij niets om. Daar geven ze geen even alle wat om, hoor. Omdat ze als veulen hebben ze natuurlijk altijd hier al gelopen. En dan zijn ze niet meer bang ook. Okay. Dus als er wel eens een auto langs komt en hij plastic erop en dat lijkt heel erg te wapperen, dan willen ze nog wel eens een beetje schrikken, weet je, maar anders niet. Hè. Anders dan hebben we niks gelast. En zelf, heeft u er nog last van? Nee hoor, nee, ik heb er geen last van. Maar ja, als je hier een paar weken woont, dan merk je niet meer dat je aan die Rijksweg woont, hoor. Want dat gaat automatisch. Leo Halverhout woont nu al 48 jaar langs de A4. Op 9 meter en 53 centimeter van de rechter rijbaan. Hij is door al zijn ervaring langs de snelweg een verkeersdeskundige geworden. Een Nederlands mens die kent niet invoegen, die moet altijd tot dat laatste moment moet hij even nog links blijven rijden en dan gauw ertussen persen. En als er een gaatje zit, dan houden ze de drie auto's tussen. In plaats van netjes ritsen, is het helemaal geen punt. Maar nee, ze moeten drie auto's in. Als ik met de vrachtwagen rijd en ze moeten ertussen voegen, nou dan hou je afstand. Dan gaan ze gewoon drie, vier luxe wagens tussen. Maar dan heb ik geen afstand meer om te remmen en dan krijg je aanrijding. Het is gewoon, de mensen doen het zelf. Allemaal haast, tjoep. Daar maar voor, nog even gauw er voorbij. En dan even laten staan ze stil en dan weer naar de andere baan. Nou, dan krijg je die aanrijding en dan staat het weer vast. Bij Hoogmade komt van alles samen. De trein met hoge snelheid, de vaart, de vlucht, de auto's, de fietsers, de wandelaars. Allemaal in hun eigen ritme. En allemaal met een eigen geluidstrilling. Het zijn de pieken waar we last van hebben. Ik geef dan altijd het voorbeeld van het gemiddelde schot op de jacht is raak. De helft voor de haas en de helft achter de haas, maar je komt zonder haas thuis. En zo hebben wij ook last van het geluid, van de pieken en niet van het gemiddelde.
In Midden-Delfland is er een heel andere file. Met zijn geheel eigen ritme. En in mijn rug, daar hoor ik het holle geluid van een golfbal. En zie in het groen een gele broek. En schuin links, daar wordt er gewerkt aan het landschap. Aan die verdiept aangelegde A4 tussen Delft en Schiedam. Hij moet nog een beetje vorm krijgen. En zo 30 jaar geleden was hier op de kaart een koeientunnel getekend. Het idee was om onder die A4 de koeien te laten lopen van het ene weiland naar het andere weiland. En nu zien we de lantaarnpalen die onder dat maaiveld blijven steken. En de vrouwtjesfazanten die wachten boven op de natuurlijke geluidsschermen op wat nog komen gaat. Ik weet in 1956, toen werden daar bij Schipluiden, bij de Kruithuisweg ongeveer, daar werden de eerste piketten in de grond geslagen. Dat ze al gingen kijken waar ze dachten dat die moest komen. 1956 was dat. De boerderij van Nelly Hoeve is een familiebedrijf en het bedrijf ligt vlak langs de nieuwe A4. Zij hebben de weg al zo'n 60 jaar zien aankomen. Nou, er is ons beloofd 48 decibel. Niet horen, niet zien en niet ruiken. Maar 48 decibel, dat is natuurlijk zoals mensen met elkaar converseren. Dus dat is natuurlijk erg weinig. Dat is dit geluid, ja. Op zich zitten wij hier natuurlijk prachtig. We hebben een mooi gebied. Dicht bij alle grote steden. Dus ja, wat wil je nog meer? Ik zou op zich ergens boven in Groningen of in Friesland zou ik niet kennen aarde, volgens mij. Ik denk wel dat, zoals hier in Midden-Delfland, dat... De stad en het platteland wel aan elkaar verbonden zijn. En ik denk dat we elkaar ook gewoon nodig hebben. Het platteland om de stedeling rust en ruimte te bieden. En ik zie het in de toekomst wel dat de stad onze producten gaat afnemen. En je ziet toch steeds meer een trend dat alles lokaal geproduceerd gaat worden. In plaats van grote bulken ergens ver weg vandaan. Dus ik denk dat wij hier best wel goed zitten wat dat betreft. Waar we nu op staan, dat is het zogenaamde bekende Zoab. Zoab heeft eigenlijk twee bekende elementen. Dat is het opspatten van het water. Als u er zeg maar ervoor rijdt, dat gebeurt niet zo. Dat komt natuurlijk door de open structuur. En dat andere functie heeft Zoab namelijk dat het aantal decibels, dus het geluid, ook nog naar beneden haalt. Ongeveer één laag Zoab haalt ongeveer 3 à 4 decibel uit de lucht. Dus minder lawaai zeg maar voor de omgeving. En zodoende zit hier ook een dubbellaags, zeg maar, zo op laag op. Dus we halen hier het geluid al 7 à 8 decibel naar beneden. En deze ledverlichting kan ook nog dynamisch geregeld worden. Dat bedoelen we gewoon lichter en donkerder. En dat is afhankelijk een beetje van de weersgesteldheid, zeg maar, buiten de tunnel. U snapt wel natuurlijk, als je in het donker rijdt, is het heel wat anders dan dat je ineens zonlicht hebt hier buiten in die tunnel. Want dan moet dit al een beetje aangepast worden, dat uw ogen er al een beetje aan kunnen wennen als je de tunnel uitrijdt. We willen wel fietsen. Ja. Maar we weten niet hoe ver we mogen. Ja, en kom je er ook weer af? En weer terug. Ja. 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 Toch geen auto's. Wat gaan keren wat je wil. Ja, zie je. Stik mee moeten nemen. Ja, ah, kijk, helemaal goed. Dat doe je nou niet meer met je bordje. Is het mooi om hier te fietsen? Ja, dus, het is geweldig. Wel gaaf, ja. Het is toch maar iets wat je maar één keer meemaakt. Ja, dat is wel gaaf hoor. Ja. Ja, voordat het helemaal af was, zeg maar, toen ik daar toen nog met je paard. Ja, heb ik hier nog overheen gegalopeerd, nog één keer.
En daarvoor liep ik hier met mijn hond. Ja. En nu met mijn fiets en straks met de auto. Ja, we hebben alles wel weer gehad. Ik heb die eerste fout in die snelweg al gevonden. Ja? Ja, wat is het foutje? Nou, die zit er een behoorlijke fout in. Ah, er zit een behoorlijke fout in. Als je de tunnel uitkomt, ja, dan zit daar een putje. En dat putje, dat is zo ver van de weg af. En als je daar, het is, ik denk, zo groot. En als je daar met je wiel in komt, dan stel je voor dat je... Ja, maar dat heb ik gevraagd. Dat moet nog gemaakt worden. Kom nog. En er komt nog zo'n... ja, hij liet het zien. 50 meter verderop was dat ook. Maar dat moet nog afgemaakt worden. Ik ben benieuwd. Ja, nee, echt. Hij zei het. Dat gaan ze nog met asfalt vullen. Vullen. Moet nog gevuld worden. Gaat u ook met de auto nog bereiden, denkt u? Ja, want ik woon in de buurt, dus hier kom je zeker overheen. Ja. Dat moeten we gebruiken. Kijk, Hoek van Holland, Vlaardingen, Schiedam. Prima. Het zou leuk zijn als we nou nog een hert zagen lopen over dat... Een hert? Ja, vast een hert. Een eco-geval. Ja. Nou, we gaan het nog eens even aanvoelen, het zo op. Ja, oké. Okay. Doei! Goeie reis. Doei! 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 Fietst hij lekker? Het fietst lekker heerlijk naar beneden, 9 meter diep ga ik straks. En lekker geruisloos, hè? Maar de aanleg van deze weg, met dank aan de milieugroepen, want die hebben het zoiets van 30 jaar weten te rekken, die jongens, met die knappe koppen. Het zijn mijn vrienden niet. Maar? Bij deze. Maar ze hebben wel iets, uiteindelijk is het een mooie weg geworden, toch? Ja, maar die had er al 30 jaar eerder moeten liggen. We gaan even met de vluchtroute kijken. Die milieugroepen die vergeten dat al die jaren op Rijksweg 13 iedere dag files hebben gestaan. Jarenlang, iedere dag. En dat heeft heel veel uitstoot gegeven. En als deze weg er eerder had gelegen, dan was het jarenlang een verbetering geweest. En dat hebben ze niet goed doordacht. Kneuien. En dit zijn geen kneuien, maar Canadese ganzen die een kijkje komen nemen. Ze kijken naar beneden naar de nieuwe weg. En er is in dit gebied een weidevogelpact gesloten, samen met de boeren en de natuurgroeperingen. En John Kleiweg is weidevogelpionier. Ik schrik altijd van als ik mensen mee de polder inneem, hoe weinig ze eigenlijk van de problematiek weten. Natuurlijk, ze weten dat er een boer is met koeien. En ze hebben wel gehoord dat er een paar vogels zijn. Maar de hele problematiek die daarmee samenhangt, van de economie en natuur. Want economie en natuur gaat bijna niet samen. Dat is een van de, ja, nou ja, dat is tegenwoordig belangrijker. Ik zeg wel eens tegen mensen, ze weten meer van het buitenland dan van het achterland. Want dan zijn ze al over de hele wereld heen geweest. En dan neem ik ze wel eens mee de polder in. En ze zeggen, jee, dat dit mijn achtertuin is. En dat hebben ze de hele wereld al gezien. En de eigen achtertuin hebben ze nog nooit verkend. Kijk. Ja, dat is wel. Ja, dank u wel hoor. Dat is toch een momentje dit. Ja. Dank u wel hè. Oud-provinciebestuurder Marnix Noorder was een van de mannen die ervoor zorgde dat alle partijen in Midden-Delfland om de tafel gingen zitten. En met hem mag ik een klein stukje gaan proefrijden. We wilden gewoon het oude gebied intact houden wat betreft de structuur. Want als je eeuwenoude weggetjes hebt en fietspaden, nou ja, wat dan nu fietspaden zijn, maar vroeger weggetjes, dan wil je het wel behouden. Speciale aanbieding. Attentie. Er is een incident in de tunnel. Matig uw snelheid. Oké. There is an accident in the tunnel. Please slow down. Morgen. Morgen. Zondagmorgen. Het is druk tussen Schiedam en Delft. Overal is beweging. De auto is thuisgelaten en de mens gaat erop uit.
Veel fietsers, veel wandelaars. Ja. Dus. En ook veel mensen toch die bijna elke dag wandelen, die kom je dan steeds tegen. Of elke dag fietsen. En, bekende dan ga je gezichten steeds. Ja, dan ga je elkaar op de dure dag zeggen. En je loopt hier 5-6 keer in de week zo'n beetje. En iedere keer sta je naar zo'n koe te kijken. Denk je, hé, hey, zou die me nou herkennen? Of zou die me niet herkennen? En iedere keer is het toch anders. Staat hij andersom? Of dat gebeurt dat weer. Dan is het toch weer gemaaid. Het is geweldig hier zo. De A13 en de A4 zijn straks dé wegen tussen Den Haag en Rotterdam. Zij moeten dus samen vrienden worden om het knippergebeuren boven de snelweg tegen te gaan. Maar de laatste maanden was er ook een tegenvaller, want er stroomt te veel water in de snelwegbak van de A4. In veengrond, weet iedereen. Elke boer die weet als je daar gaat graven dat een baggerzootje wordt eronder. En nou zitten ze met water overlast. Maar als je in de veengrond gaat graven wordt bagger. Maar dat deze voor de vogels en voor die muizen en de molloot die daar onderhouden. Die beesten weten toch de weg om te vinden. Maar zo werkt het gewoon. Ja, het is geld zo, het hozen maar. Wordt dat water nog een groot probleem, denkt u? Nou, dat weet ik niet. Als ze pompen genoeg neerzetten. Ze kennen natuurlijk zo bij de nieuwe waterweg. Kennen ze het erin pompen daar als je er een pijp in legt. Ja, dan gaat het eind van het jaar gaat die open, die A4. Nou, dan kunnen ze raak rijden. December van dit jaar is het klaar. Het testen is voorbij, alle overgebleven gaten in de weg zijn platgemaakt en dan kunnen ze raak rijden. En de komende 10 weken maken we in de serie Alles op 1A4 verder kennis met de weg. Met de mensen die erop rijden, met de mensen die er langs wonen en de mensen die eraan werken. Volgende week bijvoorbeeld deze asfaltdame. Ja, ik ben de enigste altijd. En dan duiken we verder in de geschiedenis. De geschiedenis van de A4. Want waarom heeft het ruim 50 jaar geduurd om 7 kilometer asfalt aan te leggen?